Dinsdagavond was de tweede hardlooptraining voor de RN7-lopers ter voorbereiding op de 7 kilometer van de Zevenheuvelennacht. De hardlopers deden een souplesse training. Dat betekent 5 minuten warmlopen, 100 meter wandelen en dan 100 meter aanzetten op ongeveer 11 kilometer per uur. Doel van de training was het vergroten van het anaerobe uithoudingsvermogen en de snelheid om uiteindelijk een duurloop langer vol te kunnen houden. Volgens trainer Paul Eigelsheim was het goed hardloopweer en zat de sfeer er goed in. Volgende week staat er opnieuw een training gepland. Dan mogen de lopers zelf aangeven wat ze willen doen.